Hey mensen, Mark hier voor Hard Lines Team met vandaag weer een nieuwe video. Ik had niet de bedoeling om weer een Missie Mark video te maken, maar ik vond het dusdanig relevant op dit moment dat ik vind dat jullie dit moeten zien. Laat wat duimpje omhoog achter als deze video de 1200 likes gaan halen. Waarom ook niet, ik vind het een mooi aantal, zou ik dat enorm waarderen. Ik wil een paar dingen laten zien. Allereerst, de titel is geen leugen. Op dit moment ben ik 46ste met Squad Battles. En ik heb dat allemaal, althans ik heb het bijna allemaal gedaan op Ultimate. Deze game is waarom ik dit zo toe wel ligt. Dit is een glitch in Squad Battles. Het is een heel kleine glitch, het is niet bijzonders. Het is meer een gameplay gerelateerd iets dan iets waardoor je gratis wint. Maar daar kom ik zo bij. Van de 9 games die ik tot nu toe gespeeld heb, zijn er 7 op Ultimate. Ik deed de eerste game van de eerste set op Legendary. Die won ik 6-2. Toen dacht ik, ja fuck it, ik ga maar Ultimate proberen, want 6-2 op Legendary heb je niks aan. En ik deed de Featured Squad op Legendary voor de zekerheid. Ultimate is piss easy nu. Het is echt piss easy. Dan vraag je, Mark, waarom heb je dan verloren? Kom ik zo bij. In ieder geval, Nepentus had een video gemaakt over spelen op Ultimate. Hoe je dat makkelijker kan maken voor jezelf. Dat is een video van ongeveer 20 minuten. Ik ga hem linken in de beschrijving als je helemaal wil kijken. Ik zal een lang verhaal kort voor je houden over die video. Spelen op Ultimate. Het is niet zo heel lastig. Eerste helft is vooral zaak om stand te houden. Hoe doe je dat het makkelijkst? Allereerst, ga vanaf het begin defensive spelen. Als je de teams maken niet uit, namelijk waar tegen je komt. Dit team, het kan leuk 52 kennen, we hebben 84 teamrating. Bij Ultimate is het zo dat elke slider wordt zeg maar naar het maximale geboost. Dus elke speler is in-game, heeft stats op 99. En daar ga je weinig aan doen. Dat verandert echt bar weinig. Dus daarom boeit het niet of je nou hier 6-1 van wint. Of hier 4-1 van wint. Het zou allemaal niet uitmaken. Het gaat gewoon om de punten die je haalt. Dan is het nog van, hoe speelt het dan? Het eerste wat belangrijk is om te doen, is wat ik ook elke game doe sinds ik zijn video keek, is ga vanaf het begin gelijk op defensive. Zorg ervoor dat je verdedigende lijnen sowieso je spelers iets meer naar achter staan. Want wat Ultimate toch veel beter doet dan elk ander niveau, super logisch, maar ik ga het je toch zeggen, is ze passen nog beter, eigenlijk nagenoeg perfect. Dat betekent dat als je niet op defensive staat vanaf het begin, ze gaan gewoon basically elke keer die steekbal door je verdediging heen zijn, als een warm mes door boter. En dat is precies niet wat je moet hebben. Nou, voor mij is dit dus vrij makkelijk, want wat ik sowieso doe elke game, ik kan het je bij een kick-off game laten zien hoe je het instelt. Er zijn heel veel mensen die heel veel twijfelen moeten. Ja, ik weet dat er heel veel van jullie zijn die weten hoe dat wel moet onderhand, maar er zijn er zat die weten hoe het niet moet. Dus doe even kick-off poortje puur voor het principe. Het gaat niet eens om welke teams ik ga gebruiken. Het is van het instellen van Legacy Defending. Of in het Nederlands heet het dan het oude verdedigen, I guess. Wat je doet is, je hebt in principe ook op select sites na. Is dit ook een scherm dat je hebt voordat je een Squad Battles game ingaat. Wat je dan doet is, je gaat naar controle instellingen. En je gaat hier naar onder. Oh, je kan alleen maar zo naar onder. Dan doen we het zo. Dan ga je naar helemaal onderaan. En dan defending via legacy defending. Dit is die FIFA 12, 13 vorm van verdedigen. Waarbij je met B en A zeg maar, kan zorgen dat je zowel met je eigen bestuurder speelt als met de CPU druk zet. En de AI bij Squad Battles kan dat niet aan. Het is gewoon onspeelbaar voor hen. Je kunt heel makkelijk druk zetten, veel makkelijker de bal afpakken. Het is ideaal. Voor Squad Battles is het perfect. Heel veel mensen gebruiken het. Er zijn sommige pro's die het niet doen met Squad Battles. Maar je moet lekker zelf weten wat je zelf fijner vindt. Er zijn mensen die zeggen dat het slechter is voor je Weekend League ervaring. Ik heb dat probleem niet. En waarom lukt Ultimate nu opeens wel? Allereerst omdat ik zijn video keek. En ik raad je eerst aan, naast dat ik je dit mee ga geven, is kijk ook zijn video nog, want het hielp voor mij enorm. Zorg dat je weet hoe je moet aanvallen. Naast dat ik weet heel erg goed hoe ik aan moet vallen. In de zin van, ik weet precies welke kansen er wel in kunnen, welke niet. Welke hoeken en zo je moet hebben. Zeg maar, ik ben niet perfect, natuurlijk, anders zou ik wel elite en zo ranks en zo halen. Maar ik weet wel wat ik wel kan en niet. En aanval is er altijd een ding van geweest. Wat de Pentas me ook vooral meegaf, en natuurlijk dus ook ieder van jullie, is hou het spel zo breed mogelijk. Probeer niet anders door het midden te spelen. De makkelijkste manier om kans te creëren tegen Ultimate, en dat is echt zo, ik merkte het ook. Zeg maar, zeker omdat ik mijn fullbacks al balanced had, is af en toe bijvoorbeeld die bal even terugpassen, dan weer naar links, zodat je wat spelers mee naar de linkerkant, zeg maar, voor, althans jouw linkerkant trekt. Dan pas je hem weer terug naar midden bijvoorbeeld, en dan schuif je opeens door naar rechts, waardoor je rechtsruimte creëert. Weet je, door de bal goed rond te spelen, kan je zorgen dat je gaten trekt en daar zelf in kan spelen. En dan kan je makkelijk kans creëren. Dat was ook de reden dat ik deze game 5-0 won. Dit was de makkelijkste ook. Althans, ja, de makkelijkste is dus niet, betekent niet echt iets, want het wordt allemaal naar 99 geboost, dus je moet zorgen dat je een goede game hebt. Wat ik wel heb met Ultimate is, als je Legendary speelt met Squad Battles, dan weet je dat de goals kunnen soms echt uit het niets vallen.
Een team waar je volledig... Ze hebben nog geen schot gehad soms. Ze kunnen opeens van 40 meter een bal in de kruising schieten. Dat heb ik totaal niet met Ultimate. Wanneer Ultimate scoort, is het vaak echt perfect uitgevoerde slow... Ja, niet slow aanval. Ik wilde geen slick, dat is het Engelse woord, maar dat vinden mensen irritant. Het is een perfect uitgevoerde aanval waar je 9 van de 10 keer niks aan kan doen. Dus deze games waren ideaal. Nou, ik moet toegeven, ik speelde dit vandaag op dinsdag nadat ik terugkwam van mijn afstudeeropdracht waar ik een dag heb gespendeerd. Ik was moe, dat is wat het openbaar voer met mij doet. Dus deze game, ik speelde hem, nam pauze, speelde deze game. Ging wat tired, want mijn tegenstander, ik denk dat ik het raar zeg. Vrij vroeg in de game, 30ste minuut of zo, kreeg deze een rode kaart. Ideaal, want dan speelde ik 10 man. Uiteindelijk kreeg ik een goal tegen, wat 4-0, anders had ik 3000 plus punten hier gehad. Deze game, 6-1. 5 goals op Ultimate is 3000 punten vrijwel zeker. Tenzij je 5-4 wint, zeg maar, dan kan je misschien net aan de ronde zitten. Maar de kans is groot dat je 3000 plus pakt. Hiertegen... Dit team is echt niet bijzonder op dit gedeelte na. Dit aanvalstrio op Ultimate is echt... Oh mijn god, dat is onmogelijk nagenoeg. Eerste helft, 2-0 achterkomen op Ultimate, niet het einde van de wereld. Ik kwam binnen 30 minuten 3-0 achter, maar ik wist van oké, normaal gesproken stressen, nu niet volhouden. Ging goed, tweede helft dat ik altijd heb met Ultimate, want dat is opeens het aanhalf en ik merkte het. Het klopt. Ultimate speelt opeens dan heel erg als Legendary. Ze happen nog veel makkelijker. Je kunt makkelijker bepaalde trucjes doen, zoals fake shots, kappen en dergelijke. Dat werkt net iets makkelijker. Dus ik kwam terug tot 3-2. En dit is waar die kleine soort glitch, waar ik het in het begin van de video over had, terugkomt. Is, squad battles heeft zo'n ding dat low drivens niet altijd werken. Dat weet je misschien wel. Als ik trouwens nu ververs, sta ik waarschijnlijk... Nee, ik sta op 46e. Ik word waarschijnlijk, voordat de volgende set begint, over iets meer dan 3 uur... Ik denk maximaal teruggepusht. Maximaal 55ste. Misschien iets meer. In ieder geval. Ik kwam terug tot 2-3. Ik had in de 88ste minuut een kans met Haji. En ik weet dat mensen zeggen, Haji is slecht, die moet je inleveren. Mensen, Matthijs is een heel goede speler. Ik respecteer zijn mening enorm, hij de mijne. Maar als je door hem blind gelooft dat Haji slecht is... Ja, dan... Gaat niet goed met je. Dan je moet nooit blind iemands mening volgen. Je kunt hem serieus nemen. En je kunt er waarde aan hechten. En je kunt hem gebruiken. Maar het is niet alles. Dat gezegd te hebben. 88ste minuut. En ik heb het gevoel. Dat op het moment dat het een hoge druk situatie is. Dat heeft niet zozeer met composure dan te maken. Maar het is gewoon iets anders. Dan lijken low driven dus opeens niet te werken. Mijn 2-3 in de 80ste minuut. Was namelijk een low driven met Rui Costa die ik scoorde. Prima goal. 88ste minuut. Ik sta in de 16 met Haji. En ik score niet. En dan daarna is het game over. Want 80ste minuut heb je daarna echt nog te weinig tijd. Dus dat is kut. Want als ik die punten wel had gehad. Weet je, haal die 743 van mijn huidige score af. Had ik 22.881. Had daar, zullen we even zeggen, als ik die game... Want ik weet dat ik hem in verlenging had gewonnen. 4-3 of 5-3. Laten we zeggen 4-3. Dan heb je het over, ik denk, 2800 punten. Nou, doe daar dus 2100 bij op bij wat ik nu heb. En dan zou ik waarschijnlijk gewoon nog steeds top 10 hebben gestaan. Misschien top 5, waarschijnlijk wel. Ja, 100%. Ik zou derde hebben gestaan. Daar was ik ook op koers voor. Ik zag het ook al gebeuren voor de pot. Dus dat is heel irritant. Ik wilde deze video ook al 2 uur geleden opnemen. Toen was ik enorm salty dat EA me naaide. Want waarom werkt die low driver niet in squad battles op die manier? Doesn't make any sense, want online werkt die altijd. Daar vliegt hij nooit zomaar als een raket over. Maar ik ga deze week... Ik ga ze allemaal spelen, want ik kan Ultimate nu. Ik weet het. Ik ga het weer doen. Ik ga sowieso voor top 20. Sowieso, dat moet te doen zijn. 75k, 100k pack, 2 rare players packs. Ideaal gezien top 10. Ik weet dat ik het kan. Ik weet 100% dat ik het kan. 87.500 coins, 2 rare players pack, 2 rare players packs en een Ultimate pack, dus een 125k pack. Rank 1 gaat me natuurlijk niet lukken. Ik bedoel... ik volg de nummer 1 op Twitch, die Stevo91, door de Pentas, die tweet erover. Hij is echt een ander niveau. Die is echt insane. Ik zal zijn Twitch ook in de beschrijving linken. Ik raad het je echt aan om te kijken. 5 dingen op de transferlijst. De nieuwe marquee matchups zijn er. Dus dat betekent dat mensen bijvoorbeeld een speler als Baas voor 1400 coins kopen. Hij voor 750, hij voor 1000, De Jong voor 800 en Arias ging voor 58 op open bid. Wat toch een paar coins extra zijn. En dat is nog één ding voor squad battles, wat ik enorm belangrijk vind. Ik speel nu nog maar met één team. Squad battles is... Het is echt goed te doen. Zeker als je doorhebt hoe het werkt.
Alleen, ik zou niet proberen met een heel... Zeg maar, wat ik op de bank heb zitten... is een cheap team waarmee ik het niet zou proberen. Dat vind ik een te groot risico. Dit team is goed. De instructies zijn vrij simpel. Balanced, stay back, balanced. Balanced, stay back, balanced, stay forward. Get him behind, dat is alles. Dat probeerde ik op aanraden van een kijker die Elite 1 had gehaald, geloof ik, op Twitch. Die gebruikte ook deze formatie, ik dacht wel niet. Het speelt ideaal, vooral voor squad battles is het handig. Als je het spel wil verleggen met opkomende backs. Custom tactics zijn deze, die zijn van Boros Legend. En die gebruik ik al heel lang, omdat ik die enorm fijn vind om mee te spelen. Dus dat houden we dan ook zo. Dat was even wat ik met jullie wilde delen. Hoe ik in top 50 sta voor nu. Dat ik ze allemaal gespeeld heb deze week in de hoop top 10 te halen. Ik denk, gisteren, maandag, tweette ik aan het eind van de dag, stond ik uiteindelijk, doordat er nog twee mensen waren ingehaald, stond ik zesde. Vandaag, voordat ik mijn laatste game speelde, stond ik 22.881. Als ik gewoon mijn laatste game normaal had gespeeld, had ik gewoon nu gewoon derde gestaan. Gewoon sowieso. Dat is irritant, maar ik ga het halen. Ik ga het doen voor jullie. En de reden dat ik zo gedreven ben om dat te doen, is dit account... is puur. Het is alles hierop is door mij gedaan. Zijn het wat veel potjes? 100%. Maar ik doe het allemaal voor YouTube. Ik weet dat ik op eigen kracht niet de meest relevante speler ben in YouTube op dit moment. Ik doe dit voor mijn lol. Ik heb... Althans, ik probeer hier mijn plezier uit te halen. Hey, David Miner. En Kani Sport. Hij is Neeltje de Gozer. Hem sprak ik een heel lange tijd toen hij Engels kanaal had. Hij woont in Den Haag. Dus misschien dat ik hem eens een keertje aanspreek. Of wat afspreken. In ieder geval, dat is niet het punt van de video. In ieder geval, ik ga ervoor om het best mogelijke uit dit account te halen. Jullie te laten zien dat het mogelijk is. Ook voor iemand zoals ik, die tegen Elite aanhikt, maar het net niet haalt soms. Het wel gaat halen natuurlijk, dat terzijde. Maar ik probeer gewoon altijd dit account te halen voor jullie. Ik hoop dat jullie genoten hier wat aan hebben gehad. Zoals ik de links die ik heb besproken, dus de Pentest video en Stevo91's Twitch zijn in de beschrijving. De mijne ook. Volg me daar vooral op, dan weet je wanneer ik live ben. Wil je dat meemaken, dan lijkt me dat wel handig. Zeker voor de Weekend League dit weekend, waar ik een deel van ga streamen. En ja, ik nam dit op dit moment op, zodat ik in mijn titel nog kan zetten dat ik in de top 50 sta. In het geval dat ik er nog uitgepusht word, neem het me kwalijk. In ieder geval, ik zie jullie later. Joe.